is Ronald. Ik heb een spoedgeboten gebeld. Ik wil vragen of je morgen wil komen hier. Het is zo lekker weer. Het is zo mooi hier buiten. Bel je me even terug of je morgen kan komen? Aanstaan. Ronald, ik ben Aanstaan. Ik zou je willen vragen, kan je morgen komen? Morgen zondag. Dan kunnen we samen wat werken en dan heb ik een hele hoop klaar wat dan de komende week door jou gedaan zou kunnen worden. Ik ben vanavond na 6 uur ben ik uit. Ik kom pas terug om 11 uur 's avonds. Dus indien mogelijk bel vanmiddag. Ja? Bedankt. Daar. Morgen, met Aza. Ik had je graag willen spreken. Ik kan me vanavond tot 12 uur bereiken. Vanavond is het zaterdagavond. Daar. Ja, Ronald, je ligt vast nog in bed. Je bent wel best thuis, maar ik zal het even doorgeven. Het kapitaal was 2.500.000, waarvan gestart 250.000. En de directieadres is Gravenaar Amaliestraat 1 tot 3. Jaar van inzet 6 juni 42. Bijzonderheden naar een hele hoop. En als Nederlandse oorschopje ingeschreven. In Den Haag. Ja, tot ziens. Gerot apparaat, wat ik zo haat. Gert zegt, wij zijn niet thuis. Ik heb een briefje gekregen van Stiphout. En die is zeer enthousiast dat je er geweest was. En bedankt voor de mooie plant. En hoopte dat jij voor het eind van het jaar nog een keer langs zou komen. Verder gaat er een brief naar je toe. Die zal ik morgen op de post doen. Met allemaal gegevens. Bel mij direct op als je ontvangen hebt. En ook misschien vanavond nog. Dank je, aanstaan, daar. Je moet gewoon zeggen, ik kom met jouw gegevens. En dat die hele simpele toestand in een klein stukje in totaliteit moet eigenlijk snel klaar. Bel je me terug en zeg je me precies wanneer je komt. Dank je, Aza. Ronald, ik ben na Nova te bereiken. Als je zin hebt, bel je me terug. Aza, daar. Het is bijna een opdracht dat ik je vraag. Kan je verbinding stellen met Rimmelveen en hem dringend verzoeken met jou samen bij mij te komen? Of te zien dat we hem positief kunnen beïnvloeden. Bel je me straks terug. Bedankt. Aanstaan. Ach, Ronald. Je hebt me net opgebeld en je belt niet terug. Meneer Zuiverk heeft gezegd dat je over 30 minuten terug wil bellen. Je hebt niet teruggebeld. Nu moet ik meneer Zuiverk wegbrengen. En dan zullen we op een of andere wijze in Spanje komen. Want die zijn niet naar haar toe gegaan. Heb je het brief afgegeven hebben of in de bus gedouwd? En is er iets bijzonders? Maar als je me vandaan belt, wel kort. Ik ben dood en doodvol. Daar. Ronald, we zijn niet thuis. Bel je me even vandaag op de avond. Je mag tegen half dat zou u bellen. Daar, aanstaan. Doe je net of je helemaal niet een pijnhuis zelfs. Ik vind het zo sneu. Vanavond ben ik dus bezet, maar bel me morgen dan maar, ja? Daar. Waarom? Ja, bedankt. Ik lees eigenlijk dat de oprichting van de Oostcompagnie is vermeld in de Nederlandse Staatskrant. En daar wordt gezegd dat dit een historisch document is. Een stoutmoedige onderneming, pioniers, wat er eventueel van zich laat spreken in de toekomst. Zou we erachter kunnen komen? We kijken dus naar. Ach, Ronald. Het is nu 10 uur. Hij is er vandaag gekomen, we hebben namens. Hij is er nog niet en nu heeft hij me helemaal in zijn grip. Ik ben echt wanhoop. Ik ben zelf echt doodziek geweest deze dagen. Intussen is het kindje geboren, een zoontje van Ebbe. Hij heet Alexander. Ik weet het allemaal niet meer. Daar gaan we.